mooiste cadeau wat ik nu aan jou wil geven. Dat is je eerste. Ik heb heel erg gestruggeld met mijn maten. Na het winnen van Holland's Next Topmodel kreeg ik alleen maar te horen: Nikki, je bent niet dun genoeg. Je moet echt afvallen, wil je fulltime de modelindustrie ingaan. En ik had natuurlijk best wel een druk op mijn schouders van alle mensen buitenaf. En op een gegeven moment was ik niet gelukkig meer. Ik had geen zelfvertrouwen meer. En ik dacht, ja, er moet iets veranderen. En er zijn ook nog wel andere dingen in het leven. En daardoor ben ik eigenlijk de opleiding tot gewichtsconsulente gaan doen. Zodat ik niet alleen mezelf kan leren hoe ik op een gezonde manier kan eten. Maar dit ook kan meegeven aan andere jonge meiden en jonge vrouwen in Nederland. Zodat ik een goed voorbeeld voor ze kan zijn. Maar jij bent natuurlijk Miss Nederland geweest. Je hebt Holland's Next Topmodel gewonnen. Je bent toch helemaal geen realistisch voorbeeld voor jonge meisjes? Geen realistisch voorbeeld? Nou ja, misschien toch wel. Want ik was vroeger het lelijke eentje uit de klas. Ik werd dagelijks gepest. Maar uiteindelijk zeg ik, dit is mijn droom. En hier ga ik voor. En het is me wel gelukt. Gewoon een Brabantse. Kim, hoe trots ben jij op Nikki? Niet normaal trots. Ik heb haar volgens mij iedere dag deze week een bericht gestuurd. Ik ben zo trots. Ja, vorig jaar rond deze tijd zaten wij elkaar. En we moesten voor Miss Universe een hele lijst doornemen. Van wat is je talent? En waar ligt je ambitie? En ze zei, ik weet het niet, ik ben nergens heel erg goed in. Ik zei, jij moet een boek gaan schrijven. Ik heb toch helemaal niks te vertellen en ik ben geen kok. Ja, maar jij bent juist iemand die inspireert. Weet je, je hebt zulke nare dingen meegemaakt. En ik denk dat jij juist degene bent om meisjes op het goede pad te brengen. Heel veel jonge meiden kijken toch heel veel op social media. Heel veel op Instagram, fit girls en influencers. En er zijn gewoon heel veel posts die niet realistisch zijn. En dat vind ik zo tof aan Nikki. It is what you see is what you get. Liefde, alleen maar liefde. Er zijn talloze boeken over gezond eten. Wat maakt jou wel anders? Dit boek is uniek. Niet alleen heel veel levenslessen staan erin, maar ook voedingtips met lekkere recepten die echt voor iedereen te maken zijn. Ook voor jonge meiden, want je kunt het om de hoek bij je supermarkt kun je het al halen. En ik denk dat dit gewoon een handvat is voor jonge meiden om weer lekker in hun vel te komen en gewoon gelukkig te zijn. Yes.